En dat geheim van de kleine prins werd mij de vijfde dag duidelijk. Alweer dankzij het schaap. Plotseling vroeg hij me, en het leek alsof hij er lang in stilte over had nagedacht: Als een schaap heesters eet, eet het dan ook bloemen? Een schaap eet alles wat het tegenkomt. Ook bloemen met doornen? Ja, ook bloemen met doornen. Maar waar dienen die doornen dan voor? Werkelijk, ik wist het niet. Ik had het net erg druk met het losgroeven van een bout in de motor die te stijf was aangedraaid. Ik maakte me zorgen, want de machinestoring begon me steeds ernstiger te lijken. En het drinkwater raakte op, zodat ik het ergste vreesde. Waarvoor zijn dan de doornen? De kleine prins hield altijd vast aan een vraag als hij die eenmaal gesteld had. Maar ik was geprikkeld door die bout en zei maar wat. Doornen dienen nergens voor. Dat is puur ondeugendheid van de bloem. Oh. Even was hij stil, maar zij toeneidig. En ik geloof er niets van. Bloemen zijn zwak en goedgelovig. Ze stellen zichzelf zoveel mogelijk gerust. Ze denken dat ze heel afschrikwekkend zijn met die doornen. Ik antwoordde niet. Op dat moment dacht ik bij mezelf. Als die bout nu niet meegeeft, moet ik hem loslaan met de hamer. De kleine prins verstoorde mijn gedachten weer. En jij denkt dus dat de bloemen... Och nee, helemaal niet. Ik denk helemaal niets. Ik heb maar wat gezegd. Ik heb serieuzere dingen te doen. Hij keek me verbaasd aan. Serieuzere dingen. Hij zag me daar staan met de hamer in mijn hand en vingers zwart van de smeerolie, gebogen over iets wat hij heel lelijk vond. Nu spreek je net als de grote mensen. Ik schaam me wel een beetje, maar streng ging hij door. Je bent in de war. Je haalt alles door elkaar. Hij was werkelijk heel boos en schudde zijn gouden haar in de wind. Ik ken een planeet waar een vuurrode meneer woont. En hij heeft nog nooit aan een bloem geroken, nooit naar een ster gekeken. Hij heeft nooit van iemand gehouden, maar altijd alleen maar optassommen gemaakt. En net als jij zegt hij de hele dag: Ik ben een serieus man. Ik ben een serieus man. En dan zwelt hij van trots. Maar dat is geen man. Dat is een paddenstoel. Wat zeg je? Een paddenstoel. Hij was nu bleek van drift. Sinds miljoenen jaren krijgen de bloemen donen. En sinds miljoenen jaren eten de schapen toch die bloemen op. En is het dan geen serieuze bezigheid om te proberen te begrijpen waarom ze zoveel moeite doen voor die donen, die nooit enig nut hebben? Is dat dan niet belangrijk, die oorlog tussen de bloemen en de schapen? Is dat niet serieuzer? En gewichtiger dan de optelsommen van die dikke vuurrode meneer? En als ik een bloem ken die uniek is in de wereld, die alleen maar op mijn planeet bestaat, en die bloem kan door zo'n schaapje zomaar op een dag in één hap worden vernield, zonder dat het schaap weet wat het doet, is dat dan niet belangrijk? Hij bloosde en ging verder. Als iemand van een bloem houdt, waarvan er maar één bestaat op al die miljoenen sterren, dan hoeft hij maar naar de sterren te kijken om zich gelukkig te voelen. Dan zegt hij bij zichzelf: daar ergens is mijn bloem. Maar als het schaap de bloem opeet, dan is het voor hem net alsof alle sterren gedoofd worden. En is dat dan niet belangrijk? Hij kon ineens niets meer zeggen en barstte in snik uit. Het was donker geworden. Hij had, ik had mijn gereedschappen neergelegd. De hamer, de bout, mijn dorst en doodgaan konden mij ineens niets meer schelen. Er was, er was immers op een ster, op een planeet, op mijn planeet de aarde, een kleine prins die troost zocht. Ik nam hem in mijn armen. Ik wiegde hem en zei, die bloem waar je zo van houdt, loopt geen gevaar. Ik zal een muilkorf tekenen voor je schaap en een harnas voor je bloem. Ik zal... Ik wist pre niet precies wat ik moest zeggen en voelde me heel onhandig. Ik wist niet hoe ik hem kon bereiken, hoe ik weer bij hem kon komen. Het tranenland is zo geheimzinnig.